Goedemorgen. Ik kom echt net uit bed rollen. Maar ik dacht ineens... Oh ja, ik heb vandaag een sollicitatiegesprek. Ik moet iets aantrekken wat een beetje door de bocht kan. En dacht ik, ik ben er helemaal niet meer mee bezig geweest. Is dat een goed teken of een slecht teken? Ik heb gisteren wel even, natuurlijk toen ik die mail dacht... Nou ja, toen dacht ik, ja, ik heb ondertussen... Ben ik in de horeca zo zeker van wat ik kan. Dat ik denk, ja... Maakt ook allemaal niet uit. En ik heb heel duidelijk met mezelf afgesproken dat ik het alleen doe als ik echt denk dat het iets toevoegt in mijn leven en ik het leuk vind. Ja, ik ben eigenlijk heel relaxed. Dus dat is ook wel leuk. Wat ga ik aantrekken? Dat is de grote vraag. Misschien iets van een blazer met een zwarte broek. Ik heb eigenlijk nog een beetje... Opstartproblemen. Oké, jongens, dit pak wordt het hem. Ineens dacht ik, ja, dit is top. Want dat vind ik echt wel een mooi pak. Het is gewoon, zeg maar wel... tussen casual en chic in. Het is gewoon professioneel, denk ik. En ik weet nog... Ik weet ook precies welke blazers ik aan had bij die andere twee sollicitatiegesprekken. En dat ik heel warm was. Dat ik dacht, wow, en dit is wat luchtiger. Dus dan, weet je, het is toch altijd een beetje spannend. Dus dan heb ik gewoon... Ik denk een goede keuze is. En dan doe ik die witte laarsjes eronder aan. Moet misschien buiten wel een jas aan. Wat zeg je? Mauw. Ginny heeft echt een gek mouwtje. Deze loopt er maar gewoon af. Ik zweer het. Deze loopt de hele dag achter Ginny aan. Ginny wordt er zo helemaal gek van. Ik vind jou lief. Hallo. Deze temptation is heftig. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ja, jongens, dit was wat. Laat me in 3 seconden even een recap geven. Bert en Delphine zijn een koppel Temptation Island. Delphine heeft net aan iedereen verteld dat Bert 2 keer naar de prostituees is geweest tijdens hun relatie. Maar Bert zegt dat dit alleen een massage was. De eerste keer is hij naar een massagesalon geweest, is er niks gebeurd. Tweede keer heeft hij een hotelkamer geboekt, maar is er alleen een massage geweest? Ik weet niet wat jullie ervan denken, maar ik vind het licht verdacht. In ieder geval, dat gaat niet goed komen. Dat weten jullie allemaal. Dit stel gaat niet met elkaar naar huis, maar het is weer heerlijke drama. Maar ook genoeg drama, want nu is het tijd dat ik gewoon aan het werk ga. Ik neem mijn laptopje mee. En dan heb ik nog ongeveer 3 uurtjes voordat ik naar het sollicitatiegesprek moet. Kijk, tijgertje. Oké, dan. Ik ben onderweg. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben er al bijna. Het is 1 kwartier te vroeg, dus ik loop eventjes heel rustig. Zachtjes. Ik dacht, ik ga lekker lopen. Heb ik wat beweging. Heb ik gewoon eventjes een momentje om nog in mijn hoofd alles na te gaan. Maar ik ben heel relaxed. Ik heb zelf al, denk ik, een soort van tweede optie bedacht. Waarvan ik dacht van, stel nou dat ik denk... ik voel me niet zo heel comfortabel om gelijk weer een urencontract aan te gaan. Kan ik natuurlijk altijd zeggen, hey, kunnen we gewoon op 0 uren beginnen? Dat ik gewoon mijn dagen kan aangeven dat ik kan. Dat jullie kunnen kijken of het voor jullie schikt. Weet je, gewoon wat vrijblijvender, weet je? Ik heb het idee dat ik daar iets meer rust bij krijg. Maar ik wil sowieso eerst het gesprek aangaan en kijken en of er een klik is. Dus ik ben alweer veel te ver aan het nadenken natuurlijk. Maar ja, zo ben ik. Ik moet al verschillende soorten uitkomsten al in mijn hoofd hebben bedacht. Dat is wel grappig. Maar ja, ik ga maar gewoon naar binnen denk ik. Ondanks dat ik te vroeg ben. Beter te vroeg dan te laat, weet je. Mijn telefoon is trouwens bijna leeg. Dus het is echt poep. Dat is echt, nu ik ermee film, gaat hij zoveel sneller leeg natuurlijk. En ik heb het helemaal niet... Normaal kan ik echt gewoon 1,5 dag ermee doen voordat hij leeg is. Dus, maar ja, nu ja, lukt dat niet. En dan vergeet ik erna te kijken of überhaupt op te letten. En dan krijg ik ineens die melding van 10%. En dan denk ik, huh? Dus ik gok dat ik jullie ga updaten als ik weer thuis ben. Of ik moet toevallig nog net een beetje sap hebben. Oké, dan. Ik ben weer thuis. Ik ben gelijk even langs de supermarkt geweest. Ik wil vanavond salade maken. Mijn komkommer was bijna op. En ik had een KitKat, want daar had ik zin in. Ik heb hem al half op. Maar de rest bewaar ik voor na het eten. Het was een supergoed gesprek. Het was een fijn gesprek. Ik kreeg een goed gevoel van. Maar een van de dingen die ik heel belangrijk vond...
Omdat ik natuurlijk mijn laatste ervaringen in de horeca waren gewoon niet echt denderend positief. Laten we er niet mee draaien. En ik was zelfs zover dat ik op een gegeven moment dacht, ik gooi die deur dicht, horeca is klaar. En dan gaan er weer wat tijd overheen. Dan denk ik, ja, ik heb zoveel plezier in de horeca gehad. En ik hou ook zo van het bruisende leven daar. Misschien was de match gewoon niet goed, maar moet ik het niet helemaal de deur dicht doen? Dus toen dacht ik, één ding is heel belangrijk, is dat ik de sfeer kan proeven. Dat ik een momentopname kan hebben waarin ik kan zeggen van, oké, hoe voel ik me hier? Wat doet dit met me? Hoe voelt de sfeer? Ik ben een echt gevoelsmens en ik ben ook heel goed in de situatie interpreteren. Van oké, voel ik me hier prettig? Voel ik me hier niet prettig? En dat kan ik echt in een paar uurtjes kan me dat al heel veel zeggen. En dat heb ik natuurlijk in de vorige situatie niet gedaan. Waardoor ik er eigenlijk, als ik eerlijk tegen mezelf ben, al heel snel achter kwam dat ik me totaal niet op mijn plek voelde. Maar een bewijsdrang voelde en niet meteen wilde opgeven. Dat wil ik mezelf niet nog een keer aandoen. Dus heb ik voorgesteld om een dagje, niet een dagje, een paar uurtjes mee te lopen. Om te kijken hoe het voor me voelt. Wat het met me doet. Dus dat ga ik zaterdag al doen. Ja, verder helemaal niet ook al gesprek gehad over salaris of dingen. Gewoon puur van, dit zijn mijn ervaringen. Dit is wat ik leuk vind. Wat zoeken jullie? Dat matchte best wel goed. Of gewoon goed eigenlijk. Dus nu wil ik de mensen leren kennen. Met wie ga ik werken? Hoe ziet een dag eruit? En dat ga ik dan zaterdag doen. Dus ik kan nu gewoon echt nog niks zeggen. Want van mij hangt er zoveel van af hoe die dag gaat zijn. Dus ja, zaterdag. Dus keep you posted. Maar ik ben ook teruggebeld door die vacature voor de GGD. Alleen tijdens het gesprek, dus dat was een beetje awkward. Die ben ik teruggebeld, maar die hebben me niet... Toen was hij in gesprek. Dus zij zei, hij gaat jou weer terugbellen. En dat vind ik toch ook nog steeds interessant. Omdat je dat... Dit is wel ook weer een functie waarin je maatschappelijk iets bijdraagt. Wat ik ook belangrijk vind. Ik weet het dus allemaal nog niet, zoals je hoort. Weet je wat echt een terugkerend probleem is van dit pak? Ik zweer het. En terwijl ik het nu zat te denken, dacht ik, ik doe dit altijd en het is zo slecht. Moet ik dus plassen? Maar dan ga ik niet. Omdat ik anders dat hele pak uit moet trekken. En dat vind ik dan zoveel werk. Vervolgens doet mijn blaas dus gewoon pijn. Omdat ik dus zo nodig moet plassen. En het is zo slecht voor een mens. En het slaat ik nergens op. Maar het slaat ook nergens meer op dat ik hem nog aan heb. Dus ik ga mijn sportbroek aantrekken. Ik kan heel eerlijk zijn. Sinds ik terug ben van vakantie. Heb ik echt gewoon niet meer aan thuisworkout of hula hoop gedaan. En vandaag is de dag dat ik dat ga oppakken. Dus ik trek even mijn sportbroekje aan. En ik denk wel even een shirt met lange mouwen. Mijn haar is eigenlijk echt helemaal uit vorm. Dus ik heb het even uit mijn gezicht gehaald. Ik moet vanavond lekker wassen. Plassen. Ik moet heel erg plassen. Uiteraard de meest favoriete trui ever weer aangetrokken. En ik zat te kijken en toen dacht ik, elke keer als ik een staart in heb, ik weet niet of je het nu goed kan zien, denk ik weer, eigenlijk staat het hartstikke leuk. Mijn staart staat hartstikke leuk. Maar ik doe het dus nooit. Ik zou dat echt meer moeten doen. Zeker op dit soort dagen waar je eigenlijk denkt, mijn haar doet niet wat het wil. Ik ga toch gewoon een luchtje op spuiten, omdat ik het gewoon zo lekker vind. En dan ruikt deze trui lekker. Olympia van Paco Rabanne. Een van mijn favorietjes. En dan ga ik nu gewoon achter de laptop aan het werk. Want de video van morgen is niet helemaal perfect, helaas. Dus dat moet ik even opnieuw doen. Het is dus, zeg maar, als je stukjes... Wacht, ik kan het laten zien. Oké, dit is de vlog. Dit zijn de beelden die ik heb geschoten. En hier zie je dus dat ik bijvoorbeeld het geluid heb weggehaald en de muziek onder heb gezet. Maar wat gebeurt er nou als ik bijvoorbeeld dit kleiner maak? Dan blijft de muziek staan waar die stond. En dat heb ik dus blijkbaar ergens verderop in de vlog, hier zit nog een stukje wat ook muziek krijgt, gedaan. Maar niet de muziek teruggeplaatst. Dus nu was ik hem aan het terugkijken en dan krijg je echt een heel stuk zonder geluid. En dus ergens muziek waar het niet hoort. Dus dat moet ik even oplossen. Groenewiek is gewoon alweer uitgenodigd voor een onderzoek. Dit is het derde onderzoek waar hij voor is uitgenodigd sinds hij in Nederland woont. Ik woon hier al 29 jaar, ik ben nog nooit uitgenodigd. Dit keer is het van de gemeente Veenendaal en ze willen graag dat hij meedoet aan het onderzoek over hoe hij het wonen in deze buurt ervaart.
Nou, als ik nu stil ben, hoor je precies mijn onderbuurman. Nou moet ik zeggen, daar heeft hij meestal niet zo last van, want hij slaapt wat dieper. Maar ja, ik maak altijd zijn post open als ik zie dat het zoiets is, omdat 9 van de 10 keer in het Nederlands is. Ik ben benieuwd. Ik zou het natuurlijk samen met hem in kunnen vullen. Wat is de eerste vraag? Laten we daar eens naar kijken. Ik ben benieuwd. Welk cijfer geeft u het wonen in Veenendaal in het algemeen? Ik wil een 8. Welk cijfer geeft u uw buurt? 7. Ja, onze buurt heeft best wel wat achterstallig onderhoud hier en daar. Het is wel een beetje, zeg maar, van de wijken in Veenendaal heb ik het gevoel degene die het minste aandacht krijgt. Wil niet liegen. Welk cijfer geeft u de kwaliteit van uw woning? Nou, het is natuurlijk niet mijn woning, maar oké. Ik denk niet dat hij hier aan mee wil doen, heb ik zo'n vermoeden. Maar ik zou eventueel natuurlijk ook. Of verpest ik dan het onderzoek? Ja, misschien wel. Dat is niet zo handig. Ik sta mijn saladetje hier te maken. Ik sta de tomaatjes te snijden. Wordt er aangebeld en ik denk, wat een rare tijd. Kom, mijn vet lieve buurmeisje. Met 2 Mona pudding. Ja, pudding met echte brownie stukjes. Ik zeg, ja, er zit gelatine in, dus wij mogen het niet. Vind jij het lekker? Ik dacht, oh, wat lief. Ik zeg, lekker hoor. Ik weet zeker, een Goederik die vanavond thuis komt, die doet die koelkast open en die gaat echt denken, dit is precies wat ik wilde. Want die is altijd een zoete kou als die uit werk komt. Sowieso een vreedzak, omdat hij dus op het werk niets eet. Dus eigenlijk geen vreedzak, maar vreedkik meer. Dit is zo lief. Ik heb zo'n leuke buren weer. Dat is echt bizar lief. Maar voordat ik aan de pudding begin, eerst even dit bord slaan binnenwerken. Ik dacht wel, want ik wilde eigenlijk bij de supermarkt nog een... Oh, ik zit mezelf helemaal niet te filmen. Een broodje erbij kopen, maar dat ben ik dus helemaal vergeten. Dat dacht ik later pas, omdat ik meestal, als ik alleen salade eet, later nog honger krijg. Maar hey, brownie pudding it is. Ik heb dus... Oh, sorry. Video klaar met exporteren. Ik heb... de tv al aangezet, want vanavond is Expeditie Robinson en ik ben helemaal gegrepen. Ik vind dit seizoen zo goed. Ik zou er heel veel over kwijt kunnen, maar ik ga het niet doen. Dus GTSC staat aan met het geluid uit. Gewoon puur dat ik het niet ga missen, dat ik niet ineens denk van ik heb te veel naar mijn laptop gekeken, ineens is het zover. En ik zie dus allemaal dingen voorbij komen en denk ik, nou wat raar. De laatste keer dat ik Goede Tijden Slechte Tijden heb gekeken... was Ricky zwanger, voor de mensen die nog steeds kijken, jaren geleden. Maar voor mijn gevoel had alles er nog steeds hetzelfde uit moeten zien. Want dat was typisch GTS, weet je. Er veranderde nooit wat. Je kon 3 jaar niet kijken, wist je nog waarover het ging. Maar alles is anders. Alles is anders, wel nog een aantal bekende mensen. Dat is dan wel prettig. Het enige wat nog hetzelfde is de koning. Hoe heette dat hotel ook alweer? De Rozenbottel? De Rozen... Oh, ik kan er niet opkomen. Dat is het niet, maar het is iets met Roos. Ja, ik ken helemaal niemand die dit nog kijkt. Wordt dit nog gekeken? Kijken jullie dit nog? Is het nog steeds zo langdradig als vroeger? Ik zie wel Rick, weet je? Nee, Rick was wel een van mijn all-time favorites. Maar voor de rest heb ik nog niemand gezien die ik herken. Dus ik geloof dat het officieel. Oh, Ludo. Ludo, as we speak. Ja, ja, wie kent Ludo niet? Ludo is natuurlijk wel de spraakmaker. En zoals altijd is Ludo ook nog steeds bezig met smerige zaakjes. Speelt hij er ook in? Potverdikkie. Dat wist ik niet. Hij speelt ook wel echt in grote films. Die combinatie zie je niet zo vaak. Ludootje. Ik moet dit natuurlijk ook echt doen wat ik beloofd heb. Ik moest mezelf er best wel toe zetten. Ik kan het nog. Maar ik ben het wel een beetje kwijt, merk ik. Oh ja, dat is beter. Ik heb sowieso wel een favoriete kant natuurlijk. Maar ik merk echt... Nou, ik krijg echt moeite met omhoog houden en... snelle verzuring. Ik ga 10 minuutjes doen. Ik ga gewoon even rustig opbouwen. Misschien dat ik poeskijkje uit. Oh, afgeleid. Oh. Daarna... Nee. Nog... Nou, jongens. Oh, ik ben er kwijt. Daarna nog 10 minuutjes doen. Maar ik merk nu al... Oh. Ik zei nog op vakantie van, volgens mij is dit de allereerste vakantie waar ik af ga vallen. Dat is niet waar. Er was gewoon 2 kilo aangekomen. Of tenminste, ja, dat is niet helemaal, hè. Je kunt niet helemaal zeggen. Maar in ieder geval, ik was niet afgevallen.
Dus, maar ik dacht ook wel, Roos, wat doe jij? Het trekt gewoon de internetkabel eruit. Wat doe je nou, gekkie? Ik denk, de tv valt uit, wat gebeurt hier? Oké, wacht even. Het lijkt wel alsof Trappy de laatste tijd echt doorstreken heeft vanuit zijn kittentijd. Misschien is hij aan het puberen. Nu kijk ik naar NPO, maar ik wil natuurlijk terug naar RTL. Ja. Ik denk als ik gewoon weer normaal ga naar mijn normale patroon, dat er niet zo aan de hand is en dat het vanzelf weer goed komt. Maar dan moet ik wel weer een beetje beweging krijgen. Want het ging zo lekker. Ik deed echt bijna iedere dag gewoon een half uurtje. Dan vaak gewoon tijdens tv kijken s'avonds. Zo, dat moet je zien hè. Ik heb het denk ik 4 weken niet gedaan. Nou, 3 denk ik. 3 weken. Helemaal eruit. Oh, het gaat weer beginnen. Het is 12:30 en deze man is net thuis. Hoe laat ging je vanochtend weg? 11. 11 uur? Bijna. 10 minuten. 10 minuten voor 11. Ja, dat is niet best. Dat is een lang dagje. Hoe laat moet je morgen weg? Oh. Oh, goodness. Gedoucht en wel in bed. Snel slapen. Voordat de nieuwe werkdag weer begint. Als ik hier aan denk, dan denk ik wel, ik wil dat echt niet meer. Je houdt geen tijd over. En nu is zijn collega natuurlijk op vakantie. Maar ja, normaal zijn zijn dagen ook zo. Dat is niet fijn. Niet fijn. Ik zou het zelf niet meer willen. Het is echt zo'n uitputtingslag. Ook vooral met dat reizen. Maar ik hoef dat ook niet. Dus dat scheelt. En zo gaat het er voor mij ook niet uitzien. En als het er wel zo uitziet, dan kan ik weer andere keuzes maken. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.